Ja, ik ben trots op Helmond omdat ik een echte Helmonder ben. Ik leef hier zo'n beetje mijn hele leven. Ik heb hier op school gezeten, gespeeld en ik heb hier mijn vrouw ontmoet. En het voelt ook wel lekker als je na een dag werken buiten Helmond met de trein Helmond binnenkomt. Ik ben ooit raadslid geworden omdat ik jongeren een stem wilde geven in de politiek. Vandaag zet ik me iets breder in, ook voor de jongeren als het gaat om maatschappelijke stages of het vinden van een stage. Maar ook voor minima en mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Die verdienen onze inzet, ook vandaag. In de toekomst zie ik Helmond en vooral een sociale stad, een sterke stad die voorziet in de behoeften van haar burgers. En waar alle kale plekken die nu in de stad zijn gewoon vol zijn gebouwd. En waar iedereen prettig leeft en vooral met elkaar leeft.